Ja, maar ik, ik ga niet over, over welke sancties of wat dan ook. Maar als zij dit zegt en dan constateert, en als je er goed naar luistert, is dat ook zo. En, en in het geval van, kijk, ik had nu even de Russische ambassadeur, die, die door midden gezaagd werd door Makers, Schoon, wat ze te, heel goed deed. Of het de, nou de Amerikaanse ambassadeur is of wat dan ook. Als er onzin wordt verkondigd, ja. dan moeten wij dat ook te, ons ter harte nemen. En, Echt? Ja, de NPO zal vermoedelijk volgende week met een, uh, ja. met een sanctie komen. Ga jij dan ook tegen jouw journalisten zeggen dat ze ja, kritisch dit gaat... moeten zijn? Ja, ja wij, nou ja, alsof ze dat niet zijn. Nee, maar, nee, maar uh, dat is de boodschap die eronder zit. Nee, maar we moeten, we moeten allemaal waakzaam blijven. En dat hele rapport is echt een enorm stuk. Dat gaan alle onze journalisten toe. En ik denk dat dat bij jullie ook gaat gebeuren. Ochtrijf. dat we nog even waakzaam blijven. Dat we niet zomaar allerlei meningen aan tafel die onwaar zijn, dat we dat gewoon laten passeren. Thomas, voel jij aangesproken of heb je nog niet kunnen lezen. Nou, ik probeer altijd zo kritisch mogelijk te zijn. Ik heb het wel gelezen. Ja, ik vond het inderdaad wel opvallend dat ze inderdaad zeiden van je kan niet één uh, omroep dus deze veroordelen, terwijl kijkers blijkbaar dit dus ook herkennen bij heel veel andere omroepen. En dat vond ik wel een teken aan de wand. Dat dus blijkbaar veel mensen in Nederland dit niet alleen daar zien, maar blijkbaar dat ook denken van andere programma's. Maar dat ze moeten ze we wel te hard nemen. Dat is wel belangrijk dat een omroep best wel een mening mag ja, hebben over. Dat zijn ze dit. erbij. Weet je wel? Dat is dus niet zo dat je maar uh, feitelijke onjuistheden die, die mogen dus niet aan tafel verteld worden en dan moet je als journalist tegenin gaan. Ja.